Suriname zit in het conflictgebied waar Guyana en Venezuela over vechten. Het gaat om het Essequibo-gebied waar de twee landen conflicten over hun grenzen hebben. Staatsoliedirecteur Anan Jegeser zegt aan onze nieuwsdienst dat de maatschappij aan het begin van het conflict gelijk haar borst nat maakte. Voor het geval Venezuela ook zou vinden dat een deel van, Surinames offshore ook tot het Essequibo-gebied behoorde. Staatsoliemaatschappij Suriname heeft veel bronnen in haar offshore gebieden en dat zal beschermd worden. Nou, er zijn wat verontrustende plaatjes gekomen op internet. Ik denk niet dat ze van deze ronde zijn van het conflict, maar misschien eerder gemaakt zijn waar de offshore grens van Venezuela dan, als ze Essequibo dan bij zichzelf beschouwen. Waar ze die lijn zodanig tekenen dat het inderdaad een stukje offshore van ons overneemt. Dus bijvoorbeeld blok 64 op onze map, die valt eigenlijk binnen die lijn van Venezuela. Total is daar enorm van geschrokken. Okay. En ja, werd een beetje nerveus. We hebben het gelukkig kunnen counteren met het feit dat eigenlijk UNCLOS onze grens met Guyana heeft vastgesteld. Dat we aannemen ook. Dat also Essequibo in een wonderbaarlijke situatie toch naar Venezuela gaan, dat die grens nooit anders kan zijn, want die internationale organisatie zal het niet anders vaststellen. Jegeser geeft verder aan dat internationaal ervoor gezorgd wordt dat er geen onnodig conflict ontstaat. Het hoofdprincipe van een grens wordt anders berekend dan wat landen soms aangeven, legt de staatsolietopman verder uit. Dat wil zeggen dat je ongeveer hetzelfde hebt. Je kan niet zo'n grens hebben. Toch? Je moet een beetje een grens hebben waar iedereen toch een fair share krijgt van het geheel. Dus we hebben ze kunnen overtuigen dat, en we hebben dat gelukkig kunnen tekenen. Maar we hebben nooit gehoord officieel van de president van Venezuela dat hij iets heeft gezegd over Suriname. En Total vond het ook spannend, want toen wij ons persbericht hebben uitgegeven, hebben ze gezegd, als we geen reactie krijgen uit Venezuela, zijn we gerust. En gelukkig is er geen reactie gekomen. Suriname heeft in het verleden al grensgeschillen gehad met buurland Guyana over het Tigrigebied. De regering heeft de verantwoordelijkheid om de territoriale integriteit te garanderen en Suriname blijft op haar standpunt dat Tigri van ons is, gaf minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken aan in de laatste regeringspersconferentie.